Mijn naam is Willy Sietsma van Kies voor Jezelf bij Narcisme. In deze video wil ik je graag vertellen over gaslighting. De psychische term komt uit het toneelstuk van 1938 genaamd Gaslight, of uit de gelijknamige film van 1944, waarin je een echtpaar ziet waarvan de man probeert zijn vrouw gek te maken, door iedere keer het gaslicht iets te verdraaien en dan te beweren dat het niet zo is, probeert hij dat doel te bereiken. Gaslighting is een vorm van psychische mishandeling. En het doel van gaslighting is om macht over je te hebben, controle over je te hebben. Hoe verder jij van jezelf raakt, hoe minder jij je zelfbeeld en je wereldbeeld nog kent, hoe makkelijker je afhankelijk wordt van de narcist. Op het moment dat jij gaat twijfelen aan alles in je leven en hem of haar als de enige veilige haven nog ziet, dan ben je volledig in de ban en dat is het doel. Gaslighting is trouwens niet voorbehouden aan narcisten. Het gebeurt ook bij ondervragingen. En het is ook niet voorbehouden aan relaties. Het kan tijdens de relatie plaatsvinden, na de relatie, maar ook daarbuiten. Het is een manipulatietechniek die voor meerdere doelen wordt gebruikt en door meerdere mensen. In een relatie zie je gaslighting in drie fases. De eerste fase is de fase van vertrouwen wekken. Dat is ook de lovebombing fase in de relatie met de narcist. Alles wordt heel mooi voorgedaan. Attent, liefdevol gedrag, heel veel liefdesbetuigingen. En wordt aangesloten op daar waar jij behoefte aan hebt, wat jij nodig hebt, waardoor je het gevoel hebt, ik heb de prins op het witte paard, of ik heb de prinses op het witte paard te pakken. Terwijl er echt wordt ingespeeld op wie jij bent. Jij wordt binnengehaald en je gaat in het volle vertrouwen met iemand verder. Dan begint de fase van onderuit halen. De fase waarin langzaam maar zeker kritiek wordt gegeven, waarin je wordt gedenigreerd, waarin slechte eigenschappen bij jou worden neergelegd. De slechte eigenschappen van de narcist. Terwijl ondertussen jouw goede eigenschappen daar worden neergelegd. Dat wat in het begin zo fantastisch was, bijvoorbeeld jouw baan, je uiterlijk, noem maar op, wordt in de tweede fase onderuit gehaald. Niets is meer goed aan je. Je gaat ook langzaam maar zeker geloven dat je ook echt niets meer waard bent. Dat je afhankelijk bent. Dus dat de ander voor jou gaat bepalen wat jij bijvoorbeeld lekker vindt. Welke kleur je mooi vindt. Je raakt je hobby's kwijt. Je kunt ook geïsoleerd raken van anderen. Dus een fase waarin je heel erg onderuit wordt gehaald. Deze wordt ook afgewisseld met fase 1. En iedere keer wordt er als het ware weer een bot voor je neus gehouden. En op het moment dat je daar weer instapt, begint fase 2 weer. Fase 3 is ook de vervolgfase. De fase van depressie. De fase waarin je zo ver van jezelf weg bent en zo getraumatiseerd, dat je te maken kunt hebben met een posttraumatisch stresssyndroom. Of met het narcistisch slachtoffersyndroom. Hoe gaat het nou in zo'n werk, gaslighting in een relatie? Ik geef je ook weer een aantal fases als een voorbeeld. En ik spreek daarbij vanuit de hij en de hem. Maar hoor alsjeblieft zij en haar als dat beter van toepassing is voor jou. Want ook narcisme komt ook voor onder vrouwen. Het is niet voorbehouden aan mannen. De verhouding man-vrouw is wel hoger bij de mannen. Maar het aantal vrouwen, het percentage is wel stijgende. In eerste instantie is er sprake van een monoloog. De narcist kan hele verhalen vertellen. Op het moment dat jij een mening geeft, wordt dat niet gehoord, wordt er niet naar geluisterd. Oh, dan heb je haar weer. Oh, jij zegt ook altijd hetzelfde. Als je toch je mening blijft geven en vast blijft houden aan je mening, kan het zijn dat een narcist wegloopt en dat hij je negeert en straft op die manier. Maar het kan ook zijn dat het gesprek verder gaat en dat hij dan de boel gaat omkeren. Weet je zeker dat het zo gebeurde? Herinner je je dat wel goed? Dus opnieuw wordt er twijfel veroorzaakt. Lukt dat niet, blijf je toch nog vasthouden aan je standpunt, dan zal het worden ontkend. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb je gedroomd. Dat verzin je. Gevolgd door op je wonden te gaan drukken, om je nog wat verder te laten twijfelen. Jij bent echt gek. Je moet je echt laten nakijken. Je bent ook zo gevoelig. En dan wordt het doel bereikt. Op het moment dat jij boos wordt en je echt gaat verdedigen en in emoties raakt, is het doel bereikt. Want dat is wat de narcist wil. Emoties zijn voeding voor narcisten. Jij bent van slag en je bent weer een stap verder van jezelf geraakt. Nog meer afhankelijk. Hoe kun je er nou voor zorgen dat dit niet gebeurt? Wat belangrijk is, is de kennis van gaslighting. Herken je het bij jezelf, gaslighting? Of misschien herken je het bij anderen, die je daarvoor kunt waarschuwen. Want je zegt heel vaak sorry. Om elk gedrag, ook gedrag waar jij geen sorry voor hoeft te zeggen. Je maakt excuses voor de narcist. Je maakt excuses voor je partner voor het gedrag. Terwijl dat toch eigen verantwoordelijkheid is. Je twijfelt of je wel de juiste bent voor je partner. Of het inderdaad niet allemaal aan jou ligt. En je hebt langzaam maar zeker het gevoel dat je gek wordt. Dat je verward raakt.
terwijl je altijd zo zelfverzekerd was en zo'n zelfstandige persoon. Belangrijk is ook dat je kennis hebt aan narcisme met al zijn aspecten en aan manipulatietechnieken. Dit helpt je namelijk om erboven te staan, om niet in het drama meegetrokken te worden van de narcist, maar buiten de emotie te kunnen blijven. Want dat is belangrijk, dat je in het contact kalm en zakelijk en laconiek kunt blijven. Dat betekent niet dat je niet emotioneel wordt, want dat is heel lastig. Een narcist die haalt nog emoties vanuit de steen. Maar dat je in ieder geval geen dingen van jezelf deelt, niet extra haakjes meer geeft waarop de narcist kan aanhaken. En dat je diegene ook niet triggert. Om dat te kunnen doen is het heel belangrijk dat je weet wie je bent en waar je voor staat. Dus bouw je zelfbeeld weer op. Kom erachter wat jij leuk vindt, wat je lekker vindt. En wat je wilt en wat je niet wilt. Wat zijn je waarden, je kwaliteiten? Er zijn nog veel meer onderdelen van het zelfbeeld. Als jij weer je fundament hebt staan, dan ben je minder manipuleerbaar. Maak je nou niet uit wat die ander doet of zegt, want jij weet wie je bent. Wat de ander ook beweert. Jij weet hoe het is, jij weet wat de waarheid is. En om dat te weten is het ook heel belangrijk dat je een naslagwerk maakt. Dat naslagwerk waarin je opschrijft wat er is gebeurd, wat er is gezegd, wat het met je deed, hoe het voelde, hoe je hebt gereageerd. Op het moment dat jij aan twijfelen wordt gebracht dat het niet zo is, dan kun je teruggrijpen op dat naslagwerk om te weten van zie je wel, ik heb gelijk, ik ben niet gek. Want dat is wat er met je doet. Het idee dat je gek bent, dat je zelf misschien de narcist bent. Weet dat als je je dat afvraagt, dat je dat in ieder geval niet bent. Want een narcist doet niet aan zelfreflectie. En aan jezelf twijfelen, en twijfelen of jij iets of bent, dat is zelfreflectie. Dus wees daar niet bang voor. Heb je nu het gevoel van ik vind dat echt hartstikke lastig hoe ik dit allemaal moet doen? Vooral hoe je sterk staat. En vaak is sterk staan in zo'n fase 2, hè, met dat onderuithalende gedrag, helemaal niet zo moeilijk. Want dat doet zeer, dat wil je niet. Maar de fase 1, de aantrekkingsfase, dat is een lastige fase wanneer iemand attent is en aardig is. En wanneer je denkt dat het misschien wel weer kan, de relatie. Of dat je in ieder geval gezamenlijk ouders kunt zijn. Als je daar sterk tegenover wilt staan, mentaal, fysiek en emotioneel, dan nodig ik je van harte uit om mijn training sterk staan tegenover narcistisch gedrag te volgen. Ik geef ze regelmatig, soms voor vrouwen alleen, dan voor vrouwen en mannen. En ik krijg er altijd goede reacties op. Mensen vinden het heel fijn. We gaan met kleine, simpele manieren aan de slag om mentaal, emotioneel en fysiek sterk te staan. En geloof me, ze werken.